In Westland zullen de gemeentelijke woonlasten volgend jaar ongeveer op het niveau van dit jaar blijven. Dat is donderdagochtend aangekondigd door het college van burgemeester en wethouders in de begroting voor volgend jaar. Dat de woonlasten vrijwel gelijk blijven is opvallend, zeker in de huidige tijd. Ja, dat zal zeker voor de meesten een verrassing zijn. Want je hoort alleen maar om je heen dat de prijzen stijgen. Inflatie van zelfs wel 10%. En dat is bij ons niet nodig. We hebben een heel ambitieus programma. Dat past in de begroting. Maar de woonlasten hebben we niet hoeven te laten stijgen. De woonlasten blijven op een paar euro na hetzelfde als vorig jaar. En dat is goed nieuws voor onze inwoners. De huurders zijn zelfs ietsje goedkoper uit. Want die betalen iets minder. Want die hebben geen eigen woning. Dus die scheelt een paar eurotjes met het afgelopen jaar. En daar zijn we heel erg blij mee. Want ondanks... dat de woonlasten hetzelfde blijven, gaan we ontzettend hard aan de slag als coalitie en als college om alles waar te maken wat we hebben beloofd. En ja, dat past in de begroting zonder kostenstijging voor onze inwoners. De gepresenteerde begroting moet in november door de gemeenteraad worden vastgesteld. Zeker met de huidige landelijke en wereldwijde ontwikkelingen kan er in die tijd nog veel gebeuren. Heeft dat invloed op deze plannen? Ja, dat kan het zeker. Er gebeurt behoorlijk veel in deze wereld op dit moment. En ook hier hebben wij daar last van. Je merkt het al met Prinsjesdag. Het Rijk komt met het laatste moment nog met allerlei veranderingen. Zowel voor de burgers thuis. Denk aan de energierekening waar een plafond om komt. Reken op toeslagen. Maar we zien ook als gemeente, onze budgetten die zijn behoorlijk onder druk gezet. Het Rijk moet meer geven aan de gemeente om onze taken te kunnen uitvoeren. Daar komen we met z'n allen 4 miljard tekort. Voor onze gemeente Westland betekent dat over 4 jaar 16 miljoen tekort. Maar opeens komt er weer een verrassing. Er komt weer 1 miljard bij. Voor ons scheelt dat 5 miljoen. Betekent nog steeds dat we een tekort hebben. Maar ondertussen hebben we ook een aantal risico's waarvan nog niet in te schatten valt wat dat betekent voor ons. De begroting zoals ik vandaag heb gepresenteerd is eigenlijk al iets veranderd met wat we gaan vaststellen op 12 november. Maar wat de woonlasten betreft, die blijven nog vrijwel gelijk. De woonlasten... Die staan nu vast. Als de begroting zo goedgekeurd wordt, tikken we die in december formeel met de verordening af. Daar zullen niet veranderingen komen. De boel zal wel onder druk komen te staan in de loop van het jaar met cijfers waarvan we nu zeggen, ja, gaan die uitkomen zoals we hebben gedacht. En dat zal de burger niet direct merken in dit jaar, maar kan wel consequenties hebben in de jaren erop.